In deze video beschrijf ik aan de hand van een praktijkvoorbeeld wat de invoerkosten zijn als ik een product koop uit een niet-EU-land. Onder invoerkosten wordt verstaan btw, douanerechten en inklaringskosten. Koop je alcoholhoudende producten, dan moet je daarnaast ook accijns betalen. Het kopen van tabaksproducten is niet aan te raden, aangezien daar geen Nederlandse accijnszegels daarop zitten. De douane neemt deze producten in beslag en je riskeert een boete en een naheffing. In deze video wordt geen rekening gehouden met accijns. Als voorbeeld ga ik naar een Chinese webshop, Banggood.com, waar ik een Xiaomi smartphone en bijhorende smartphonehoesje koop. Ik maak gebruik van hun standaard verzending. Dat betekent dat ik geen verzendkosten hoef te betalen, maar het nadeel is wel dat het ongeveer 4 weken duurt voordat ik het ontvang. Hier zie je mijn Banggood factuur. De smartphone en bijhorende telefoonhoesje kosten totaal €227,71. Er werden geen verzendkosten in rekening gebracht. Na een aantal weken komt het pakket aan in Nederland bij een postsorteercentrum van een post- of couriersbedrijf, bijvoorbeeld DHL, UPS, FedEx, TNT, DPD of PostNL. In deze video wordt PostNL als voorbeeld gebruikt. Het pakket komt op een lopende band terecht waar een security scan wordt uitgevoerd. Er wordt gecheckt op verboden goederen, zoals wapens en drugs. Op elk pakket afkomstig van een niet-EU-land hoort een douane-aangifteformulier bevestigd te zijn, in het Engels Custom Declaration. De douane-aangifteformulier bevat de volgende gegevens: beschrijving en de waarde van het pakket, of het een koopzending, geschenkschending of iets anders is, en het gewicht. In deze video gaan we ervan uit dat het postbedrijf personeel twijfelt aan de opgegeven waarde van het pakket. PostNL stuurt het pakket niet, in plaats daarvan sturen zij mij een brief. Een dergelijke brief ziet er ongeveer als volgt uit met de volgende tekst. Op het internationaal sorteercentrum van PostNL pakketten is een aan u gericht pakket van buiten de Europese Unie aangekomen. Pakketten afkomstig uit landen van buiten de Europese Unie komen in het inklaringsproces terecht. Bij het inklaren wordt bepaald of voor het pakket douanerechten, btw en of andere invoerheffingen moeten worden betaald. U ontvangt deze brief omdat wij de inhoud en waarde van het pakket niet kunnen bepalen. Dit heeft tot gevolg dat wij voor uw zending geen douane-aangifte kunnen doen. Wij verzoeken u om het bijgevoegde formulier in te vullen en via antwoorden envelop retour te sturen, zodat uw zending verder verwerkt kan worden. Als wij binnen 30 dagen geen reactie van u hebben ontvangen, zullen wij, in overleg met de afzender, het pakket retour afzenden sturen of vernietigen. Het is van belang dat u het bijgevoegde formulier naar waarheid invult. Aan de hand van deze gegevens zal namelijk belastingaangifte worden gedaan. Bij het niet juist aangeven van de inhoud en of waarde kan door de douane een administratieve boete worden opgelegd. Ik vul de reactieformulier in waarbij ik de inhoud en waarde van de zending correct vermeld, als ook dat het een koopzending betreft. Omdat het een koopzending is, moet ik ook de bijhorende factuur meesturen. Nadat ik het reactieformulier en factuur heb opgestuurd, ben ik benieuwd wat de invoerkosten zijn. Allereerst ga ik naar PostNL website aangezien zij de douane aangifte gaan doen. De totale waarde van het pakket bedraagt €227,71. Omdat de goederen afkomstig zijn uit China, moet ik volgens de tabel afkomstig uit de PostNL website de volgende invoerkosten betalen: douanerechten, btw en inklaringskosten. Deze drie kosten zal ik nader ingaan. Als eerst de inklaringskosten. De inklaringskosten zijn de kosten die het post- of couriersbedrijf maakt voor het doen van de aangifte bij de douane. Deze kosten zijn als volgt opgebouwd, waar ik slechts drie van opnoem. De kosten voor het opmaken van de vereiste douaneaangifte, opslag- en bewaarkosten, administratieve kosten. Voor PostNL bedraagt de inklaringskosten €13. Deze kosten kun je vinden op hun website. Andere post- of couriersbedrijven hanteren andere tarieven. De overige twee invoerkosten zijn de douanerechten en btw. Douanerechten, ook wel invoerrechten genoemd, is belasting die betaald bij de invoer van goederen van buiten de EU en zijn belastinginkomsten voor de EU. Als je goederen importeert uit een niet-EU-land, ben je btw, ook wel omzetbelasting genoemd, verschuldigd. Meer informatie over douanerechten en btw vind je op de website van de Belastingdienst en niet bij de post- of couriersbedrijf.
Een getoonde tabel met douanerechten en btw zijn afkomstig van de Belastingdienstwebsite. De tabel toont aan dat douanerechten afhankelijk is van het type product dat je importeert. Ik heb een smartphone en bijhorende telefoonhoesje gekocht. Volgens de tabel hoef ik geen douanerechten te betalen en ben alleen 21% btw verschuldigd. Dus de totale waarde van mijn pakket bedraagt €227,71. Dat is een smartphone en bijhorende telefoonhoesje. Uit de voorgaande was duidelijk dat ik alleen btw en inklaringskosten verschuldigd ben. Mijn totale invoerkosten zijn dus €60,82. Ik zorg ervoor dat ik dit bedrag contant in huis heb. De reden hiervoor is dat de PostNL-bezorger onaangekondigd langskomt. Zij sturen geen brief, e-mail en bellen je ook niet. Je weet dus niet wanneer ze langskomen en informeren je dus niet van tevoren wat het verschuldigd bedrag is. Je zult dit dus zelf moeten uitrekenen. Je pakket krijg je pas in handen als je dit bedrag contant aan de bezorger betaalt, met andere woorden, rembours betalen. Je kan helaas ook niet pinnen. Mocht je niet in bezit zijn van het te betalen bedrag, dan zal de zending op een ander moment aan je worden aangeboden. Ook kan het voorkomen dat je de zending op de dichtstbijzijnde PostNL-locatie in je woonplaats kunt ophalen en daar kunt betalen. Als dus de bezorger langskomt, krijg ik een factuur met de specificatie van het verschuldigde bedrag. Nadat ik het bedrag heb betaald, krijg ik mijn pakket.